Ons eten is er. Ons eten is er. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag! Nee. Dus normaal. Olivia wordt letterlijk wakker hiervan. Dat is toch niet leuk? Het is gewoon bewijs op camera dat je je dochter van 1 wakker maakt. Het is dinsdag en we zitten in de auto. Bibi is er ook. Daar. En we zijn onderweg naar Parijs. We gaan met vakantie. We gaan naar Parijs 2 dagen en iets zachter. En naar Disney morgen en dan daarna naar Zwitserland 3 dagen. Dus kijk gezellig mee. En ik heb me snel opgemaakt in de auto. Niet echt heel erg mooi, maar... En ik had onder de vorige vlog zo ontzettend veel vragen, maar ook in mijn, op Instagram DM's over deze oorbellen. Die met die hartjes. Waar ik die gekocht had. Die zijn van mij. Het is een nieuw product van mij dat uitkomt. Ja? Bibi, wil je even haar dingetje? Nee. Oh. Nee. Wil je Peppa Pig kijken? Ja. Huis is klaar. En die zijn te koop op een nieuwe website vanaf 2 februari. En ook dit hartjesketting. Deze hartjesketting is ook vanaf 2 februari te koop. En hier hebben we er volgens mij nog een aantal van. En die kan je vooralsnog even bestellen bij orders@queenofjetlags.com. Maar goed, hier zien jullie ze even 1 keer goed. Dus ik ben er zelf ook echt super blij mee. Het heeft best wel wat tijd gekost voordat we een perfecte sample hadden. Maar die hebben we nu. Dus schrijf 2 februari op. Oké, ik ben aangekomen in de hotelkamer. Het is super mooi. Dus ik ga even snel een roomtour doen. We zijn in Plaza Athénée weer. Waar je normaal die balkon zit met de Eiffeltoren. Dat uitzicht hebben we dit keer niet. Maar we hebben wel echt een super mooie kamer. Dus kijk. Zo kom je binnen. Dit is onze woonkamer. En dit ziet er zo uit. En dit keer hebben we dus courtyard view. Hier heb je zo dit. Hier is het uitzicht. Een beetje grijs vandaag. En daar beneden hebben ze een schaatsbaan. En dan hier hebben we de woonkamer. Waar Olivia druiven aan het eten is. En is dit een taartje? Dit is echt leuk. En een fles champagne. Mooie bloemen. En dit is ons slaapgedeelte. We slapen met z'n allen hier. Ja, dat is jouw bed, lieverd. Hier slaapt Bibi. En ze hebben allemaal leuke cadeautjes voor Olly en Bibi en iedereen neergelegd. En wil je er een bedje doen? Ze wil denk ik even kijken. Daar slapen Sander en ik. Daar ik ga niet slapen hoor, hier. Daar is onze inloopkast. En hier is onze badkamer. Zijn jullie er al geweest? Ja. Hoe gaat het lampje aan? Hier is de badkamer. Bad. Oh, wat lief. Ze hebben ook een babybadje erin gedaan. Oh, dat is zo lief. Oh, super lief. En daar zal de douche. Ze hebben ook een babybadje en een baby eetstoel. Nee, ik zag dat. Oh, ga je eruit? Oh, ze kan er zelf uit. Oh my god. Ga je eruit? Je kan er nog niet zelf uit, lieverd. Maar en hier hebben ze lekkere chocolate chip cookies. Lekkere lollies. Knuffel. Oh, wat leuk. Een tekenset voor Olivia. Maar weet je wat dat is? Wat dan? Een Eiffeltoren. Ja. Maar die kan je dus helemaal maken zo. Zo'n 3D Eiffeltoren. Dus dat ga ik met Bibi vanavond doen. En Olly dan? Die mag toch ook helpen? Die mag helpen? Oh, dit is ook een welkomstkaartje voor haar. En dit is mijn reis naar Parijs. Oh, daar kunnen we foto's in plakken. Foto's. En die ballonnen ook. Opschrijven. Ja, ja, dat is zo leuk. Zoekie! Wow! Mama? Ja, zullen we buiten kijken? Ja! Kijk eens wat een mooi uitzicht hier is. Mama? Wat lichtjes in de straat? Ja, lievertje? Wij zijn weer terug in het hotel. En ik heb lekker mijn pyjama aangedaan. En het is 7 uur pas. Zo vroeg nog. Ik heb het idee dat het veel later is. Mijn pyjama is trouwens echt super gekreukt. Want ik heb hem uit de droger half nat vanochtend gehaald. Omdat ik hem per se mee wilde nemen. En pyjama's zijn er weer. Ze komen aan op 13 januari. Dus als je ze nu bestelt, heb je hem op 13 januari. En die gebreide pakken hebben we nog een aantal van. Die lichtroze is bijna op. En die lichtgrijs trouwens ook. En die kunnen we niet meer pre-orderen. Dus daar is het echt nu ook eens op. Dus mochten jullie die willen bestellen, check de link hieronder. Ik ben er echt super blij mee. Obviously. En we zijn in de kamer. We zijn een beetje thee aan het drinken. En een beetje aan het rondhangen. Oh, wat lekker. Heb jij 2 watertjes uit de minibar gehaald? Oh, lekker. Dat is handig, lieverd. Ik ga zo jouw outfitje klaarleggen voor morgen. Voor Disney. Ollie heeft een rokje aan vandaag. Ziet er zo niet uit. Bibi zit op de bank. Nee, het ligt daar. Ollie haalt de minibar leeg. Wel knap dat ze weet hoe die open moet. En daar is Sander. Daar zit niet zoveel leven meer in. Ja. Oh, kijk hoe lief die kleine schoentjes van Ol. Deze tas heb ik aan Sander gegeven voor zijn verjaardag en kerst. Ik ga hem zelf ook stiekem pikken. Want kijk hoe mooi. Nu zijn we echt matchy-matchy. Dus ja. Hi allemaal, goedemorgen. Oh wauw, 2 januari. Het was best bizar, want ik kwam uit New York. En toen stapten we in de auto naar Parijs. En nu zijn we in Parijs. Echt tof. En eindelijk zijn die meiden wakker. Bibi Kleinenberg, die heeft letterlijk van 9 tot 10 geslapen. Hey Bibi, hoe lang heb jij geslapen? 14 uur. En 4 uur. Ja, deze heeft echt een hele slechte nachtrust gehad. Niet leuk. Maar we zijn er net achter gekomen waarom, toch? Omdat ik had honger en ik ben nog nooit in mijn leven met honger naar bed gegaan, behalve gisteren. Maar krijg je dan geen eten van je vriendje? Nee, en ik zat weer aan te denken om hem op te eten. Ja, pizza. Vannacht, maar ja. Ik had vannacht zo'n zin in de pizza. Ik weet het niet uit. Ik ook. Wat heb jij een super sexy pyjama aan? Echt amazing. Hey, en kijk eens wie daar is. De star of the show. Hey, Olivia. Heb jij lekker geslapen? Ja. Dat dacht ik al. Ik snap het niet. Volgens mij heb jij het lekkerst geslapen van allemaal. Laat je bed eens zien. Waar is jouw bed? Nee. Waar is jouw bed? Nee? Oké. Okay. Ze is heel druk met de beer naar bed aan het brengen zelf. Doei. Dag zo. Oké, nu officieel good morning. Van Disney! Het is echt zo koud en ik heb mezelf allemaal ingepakt. En hier zijn Sander en Bibi. Dus ja, we zijn met de hele fams in Disney. Ollie is ook mee. Het is zo koud. Die knot op mijn oog moet ik ook echt gaan verwijderen of zo. Maar ik ga denk ik gewoon een knot op mijn hoofd doen. En ja, dus dat. Ons eten is er. Ons eten is er. Olivia! Olivia! Olivia vindt het echt niet grappig. Ik heb het in front of you. Je hebt het zo goed voor haar. Hallo. Olivia heeft pasta en ik ga een beetje saus erbij doen voor haar. En zalmpje. Ja, ik ga ook een hapje nemen. En frietjes. En Sander en ik heb een cheeseburger. Sander kan niet normaal doen in dit soort aangelegenheden. Ik ben jarig. Sander had gezegd dat hij jarig was toen hij binnenkwam. Echt heel kinderachtig werd door Mickey Mouse. Kreeg hij net in de telefoon. I got a call from the big guy. The big kahuna. El Chapo of Disney. Oké, bon appetit. Ja, ik heb hier zo zin. Dat is zo lekker. Maar we hebben geen mayo nog, hè? Oh, hi. Komt het nog hè? Wij zijn weer terug in het hotel na Disney. Het is nu 11 uur, half 12. En Olivia ligt op bed. Bibi zit daar. Sander is hier. En wat een leuk idee. En dat is om bij de... Oké, ik had een leuk idee. Om bij de Eiffeltoren te gaan staan met een paraplu. Zo'n lichten met allemaal lampjes erin. Dus de Eiffeltoren dan ook zo aanstaat. Dus we gaan nu even de lampjes in de paraplu doen. En dan rijden we even snel naar de Eiffeltoren om die foto's te maken. Maar jullie vroegen vaker om behind the scenes van Insta foto's te zien. Dus ik zal even snel een timelapse maken van hoe we de lampjes erin doen. Good morning! Ik kom net onder de douche vandaan. En ik was gisteren vergeten... Nee, niet doen. Ik was gisteren vergeten om de vlog af te sluiten. We waren die foto gaan maken. Die komt vandaag. Vandaag zondag, als jullie kijken. Post ik die, denk ik. Of misschien heb ik hem al gepost. Van ons paraplu. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ons ontbijt is net gebracht. Het ziet er super lekker uit. Scrambled eggs. Bakeries voor Bibi. Chocoladebroodje. Dit is ook lekker, suikerbroodje. Chocola. Olivia, kom je eten? Ik ben 40 centen. Bibi is 40 centen. Nutella hebben ze hier ook, hè? Wil je dat? Ja. In Frankrijk heb je overal Nutella. Ja. Oké, die man komt zo terug voor boter. Dan vraag ik of hij Nutella brengt. Dat is hier heel normaal. Ja. En ik heb me aangekleed en mijn haar gedaan. Ik heb een keer een staart, oh dat zie je niet, een staart gedaan in plaats van een knot op mijn hoofd. Ik had dit shirt volgens mij trouwens niet laten zien. Die heb ik laatst gekocht nog. Ik zal hem hieronder linken van Celadon. En ja, we gaan inpakken en dan gaan we uitchecken. En dan gaan we naar Zwitserland rijden, naar Interlaken. Dan gaan we naar een nieuw hotel. Het hotel heet Victoria Jungfrau. Dus dat. Heb ik verder nog iets te vertellen? Nee, echt. Hey guys, ik was op mijn vlogcamera 24 uur kwijt. En we zijn gisteren van Parijs naar Zwitserland gereden. En daar nu aangekomen. En ik ben met Bibi Sander. En ik ga de vlog afsluiten. In de nieuwe vlog ga ik hier een roomtour geven van het hotel. Ik ben verkouden. Niet ziek, maar verkouden. En ja, dus dat zien jullie in de volgende vlog. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie woensdag weer.